Bij Tilleman en Van Hoogmemt leer je wat het echte advocatenleven inhoudt. Je mag conclusies schrijven en inlezen, dossiers inlezen, je mag mee naar de rechtbank pleidooien bijwonen, adviezen schrijven, brieven schrijven naar de vakbond. Alle aspecten en materies van het arbeidsrecht die je interesseren, daar kan je eigenlijk dossiers over inlezen. En zo leren wij dat recht eigenlijk meer is dan de droge toepassing van rechtsregels. En dat advocaten eigenlijk ook meer doen dan conclusies schrijven en alleen maar gaan pleiten en zo. Dus het is wel echt heel interessant. Tilleman van Hoogmemt is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het arbeidsrecht. En dat waren eigenlijk juist twee elementen, arbeidsrecht en een advocatenkantoor. Dat waren mijn zoekcriteria eigenlijk bij het vinden van een zomerstage. Ik ben namelijk heel geïnteresseerd in het arbeidsrecht en wou dan ook die rechtszaak in de praktijk eens ondervinden. En Tilleman van Hoogmemt is dan wel de specialist ter zake. Bovendien had ik nog nooit bij een advocatenkantoor stage gelopen. Wel al bij de arbeidsrechtbank, en dat is dus de andere kant van het verhaal. En daarom ook mijn interesse voor deze zomerstage. Het is al zeker heel uniek dat je ook effectief iets bijleert. Je bent als zomerstagiair niet zomaar een studentje of een opvulsel of een extraatje, maar je mag hier ook effectief dingen doen. Ze zorgen er ook voor dat je echt alles uit die zomerstage kan halen. Dus je mag echt effectief meewerken met alles. En dat op zich denk ik dat al uniek is, want dat zal niet, zeker niet overal het geval zijn. Bovendien is het ook zo dat Tilleman van Hoogmemt een advocatenkantoor is dat echt alles doet in het arbeidsrecht, alle materies ook behandelt, van herstructureringen in een onderneming tot eigenlijk een kleine klacht omwille van pesten van een particulier. Ze doen echt elke materie binnen het arbeidsrecht. Dus als je geïnteresseerd bent in het arbeidsrecht, is dat wel leuk dat je ook echt de hele waaier een keer voor je neus krijgt. Dus daarom is het echt wel een unieke ervaring. De mensen zijn zeer professioneel. Ze zijn zeer collegiaal, ze werken goed samen, er wordt veel overleg gepleegd. Maar langs de andere kant is het hier ook wel een zeer gemoedelijke sfeer. Er is wel een keer tijd voor een koffieklets, er is tijd voor een grapje. Je wordt hier ook echt heel warm onthaald. De mensen kennen elkaar hier ook echt. Ze zijn eigenlijk bijna vrienden geworden, dus het is niet dat je hier in een anoniem nest terechtkomt. En dat maakt het echt wel fijn. Als je geïnteresseerd bent in het arbeidsrecht, want dat is wel echt een must, dan zou ik zeggen, zeker appliceren. Toon dat je enthousiast bent, toon dat je gedreven bent, toon dat arbeidsrecht je passie of minstens een groot interesse is. Want leergierigheid is een must, het is minstens even belangrijk dan kennis. En dat is eigenlijk mijn enige tip die ik kan geven. En dan gaat dat hier een fantastische stage worden. En dan ga je de wonderwereld van het arbeidsrecht zeker leren kennen. Ik ga doctoreren in het jeugdrecht. Dus een beetje iets anders dan het loutere arbeidsrecht. Maar het houdt eigenlijk het midden tussen het strafrecht en sociaal recht. En de ervaringen die ik hier dan heb opgedaan, ga ik zeker meepakken naar de toekomst toe. Goh, ik denk gewoon de eerste dag een beetje de stresskriebels die iedereen ook wel had. We waren allemaal een beetje gestresseerd, maar alles viel dan in de plooi. Iedereen was super vriendelijk, warm onthaald. Dus dat is eigenlijk een zeer positieve ervaring geweest tot nu toe. Ja, wel. We mogen hier onze uren kiezen. We komen aan wanneer we willen. We vertrekken wanneer we willen. We mogen ook de tijd die we willen steken in een bepaald project of in een bepaald onderwerp. Dus je kiest echt zelf hoe je je stage invult. Dus als je vroeger door moet of je wilt wel later beginnen, dat kan allemaal. Je hebt dus echt nog veel tijd voor vrienden en voor hobby's en voor dergelijke meer.